Op daardie noot moet ons wegval met die eerste productie op ons lijstje. Die reel van hiphop het groot opspraak gemaakt bij hierdie jaarse Fiesta toekennings en is slechts eerstkomende zondag in Stellenbosch te zien. Vervaardiger Siam Domingo vertel ons meer. Die reel van hiphop behelst verschillende genres, verschillende klanken, verschillende dansvorms en verschillende talen wat bij elkaar komen. So, is een mengelmoes van alles wat lekker is. Die muzikale elementen van die reel van hiphop is redelijk waar een mengsel van inheemse instrumenten wat ons gebruikt met die modernische instrumenten. Zoals bijvoorbeeld die Ohadi Bou, wat die Boesman gespeeld heeft. Ons gebruik gitaren, ons gebruik akoestische instrumenten en dan het ons natuurlijk vir hierdie die op die DJ racks en so aan. Het is natuurlijk die meng wat ons gebruik en dit bring vir ons een oorspronkelijke klank. Ik zal sê, dit is terugvat en eienaarskap vat van een taal wat ons allemaal zin is. Ik zou graag willen dat mensen eenheid van hierdie productie moet wegneem, dat ons saam kan woon in vrede natuurlijk, dat ons ons weet dat ons verschillende culturen heeft en verschillende achtergronden heeft, maar ons kan, als ons muziek maakt, één taal praten. Jo, ik zal zeggen, elke Zuid-Afrikaner zal die producties kan gaga vinden. Stiek uit bij die woordfeest, 4 maart, dat is 2 shows van die Fiesta-winner, die reel van hip-hop. 11 uur en 3 uur. Sien jou daar.